gaat met. Maar mag je van iedereen verwachten dat hij iets een stapje extra doet, een taal gaat leren? Nee, maar dat is zo makkelijk. Dat is echt plat populisme. Maar een beetje, dit is de nieuwe Halbe Zijlstra, dus die gaat dat doen. Weet je, ik heb vrienden die in de bijstand zitten met wie ik ben opgegroeid. Die jongens die zijn analfabeet. Die hebben de taal nooit geleerd. Die hebben geen netwerk. Die hebben sociale achterstanden. Dus dan kun je wel roepen van, jij moet solliciteren, jij moet vrijwilligerswerk doen. Maar deze mensen hebben ook bijvoorbeeld gedragsproblemen en alles. Maar wat vind je dan dat je voor die mensen moet doen? Ik vind dat je niet kunt zeggen van de hele groep. Maar wat vind je wel dat je voor ze moet doen? Met die mensen moeten ze. Ik vind dat je ten eerste niet kunt zeggen. Ja, je kan niet zeggen die hele groep. Wat kun je dan wel doen? Jij zegt wat ik niet kan zeggen. Maar hieruit kun je het ook niet afschrijven. Je kunt ook niet zeggen, ja, jammer voor je, blijf de rest van het leven aan de kant staan. Ik probeer er drie keer uit te leggen wat ik wel wil zeggen. Je kan niet zeggen, weet je, de bijstand. Jij gaat het bijna criminaliseren. Dat vind ik gevaarlijk. Want ik vind dat je heel erg veel van die rare codewoorden gebruikt zonder op de inhoud in te gaan. Nee, criminaliseren, populisme. Luister eens, ik zeg alleen maar. Als jij om het uit te leggen. Mag ik eventjes uitleggen? Nee, eigenlijk niet. Als jij iedere keer begint namelijk zeggen. Laat het hem even uitleggen en dan gaan we nog een keer naar ben ik met criminaliseren. Aan jou uitleggen. Als wil je dat wel doen. Stel, die jongens hebben. Het is ongeveer 900, hoeveel? De bijstand is 900 hoeveel euro? Ja, voor als je alleen bent. Ja, 900 nog wat euro. Als jij gaat zeggen van, je doet dit niet, je doet dat niet, dan krijg je boetes. Hè? Dan nee, dat is nu al zo, boetes. Ja, ik wilde het dus omdraaien. Ja. Nee, je wilt omdraaien. Ja. Maar stel, je hebt een belastingvrije voet. Die jongen zit op 690 en die kan inderdaad meer 50 euro daar, 50 euro daar. Maar als hij niet in staat is om een brief te lezen, een ambtelijke brief van de gemeente, waarin hij wordt gewezen op zijn plichten, dan kun je hem dan niet kwalijk. Dat was precies mijn verhaal, dat we op moeten houden met dit soort alleen maar rechten en plichten en brieven en anonieme nummers. Dat je gewoon met die mensen gaat zitten als gemeente en gaat kijken wat kan iemand. Ja. Want nogmaals, als iemand iets niet kan, dan houdt het op als je het objectief vaststelt. Maar dat je ook mensen uit hun isolement trekt die zich schamen voor het feit dat ze de taal niet goed beheersen en daardoor nooit meer aan het werk komen. En dat je dan zegt, nou, dan gaan we je daarbij helpen als ze de vermogens hebben. Dat vind ik veel socialer dan mensen afschrijven. Als dit zou lukken, perfect. Maar dit is een enorm bureaucratisch molen wat er dan achter zit. Hè? Dan moet je dus al die mensen om en om gaan spreken. Waar heb jij gesolliciteerd? Waar heb jij vrijwilligerswerk gedaan? Hoe ga je dat? Dat kost toch ook geld? Ja, ik heb er